Heel belangrijk bij de zorg voor planten is natuurlijk water. Planten overleven niet zonder, maar ze overleven ook niet als je ze te veel water geeft. Dus hoe zorg je ervoor dat planten precies genoeg water krijgen en optimaal groeien? Nou, daarvoor heb je nodig planten, potten, een gieter en natuurlijk water via een tuinslang bijvoorbeeld. Houd je allereerst aan de vuistregels voor het water geven. Houd de aarde vochtig, maar niet nat. En geef nooit water in de volle zon, maar bijvoorbeeld in de avonduren. Toch vereisen een stortbui of extreme droge periodes extra maatregelen. Gebruik bijvoorbeeld een pot met een gat in de bodem. Zo voorkom je dat je planten hulpeloos staan te verdrinken na een stortbui. Of maak gebruik van hydrokorrels. Die zijn gemaakt van een soort klei. Ze nemen daardoor makkelijk water op en laten dit langzaam weer vrij. De moderne variant die zowel droogte als nattigheid reguleert is de pot met een drainagesysteem. In deze pot wordt het water opgevangen in een reservoir dat onderin zit. Door de structuur van de bodem kan de plant er makkelijk met zijn wortels bij. Is het reservoir vol, bijvoorbeeld na een flinke stortbui, dan loopt het er via een overloop weer uit. Een pot met drainagesysteem kun je het hele jaar buiten zetten, zowel in de zon als in de vrieskou. Ook tijdens een lang weekend weg of een vakantie heb je er verder geen omkijken naar. Jij lekker uitgerust en bij thuiskomst stralende terrasplanten. Dat is lekker thuiskomen!